Basisboek wiskunde, 10.10 op bladzijde 80. We doen eerst som A. Nou, ik kijk altijd eerst of ik iets makkelijk kan ontbinden in factoren. Nou, dat lukt hier niet. Maar wat we wel kunnen doen, is het volgende. Stel nou dat je hier zegt, ik doe x kwadraat min 12x. En dan maak ik even zo'n WBS sportveldje. In de wiskunde verder niet bekend, maar wel makkelijk. Kijk, ik heb hier die x kwadraat. En dan weet ik dat ik hier iets met x krijg, want hier staat x keer x. En hier staat ook iets met x. En ik weet dat samen deze dingen min 12 zijn. Nou, dan kan ik ook zeggen, oh, als dit nou min 6 is, en dat is ook min 6, dan ben ik er. Dan krijg ik hier min 6, en daar ook min 6. Maar dan is dit vakje, min 6 keer min 6, wordt 36. Dus wat krijg ik dan? Plus 36, doe ik meteen min 36. Ja, want die 36, die doe ik er gewoon maar bij. En ik had nog plus 6. Nou, dan ga ik even kijken naar dit dingetje hier. Dit is eigenlijk x min 6 in het kwadraat. Kijk maar, x min 6 keer x min 6. Min 30 is 0. Nou, die 30 wil ik naar de andere kant hebben. Dus dan krijg ik x min 6 in het kwadraat is 30. Kijk, en nu heb ik die winst, want nu kan ik zeggen links en rechts de wortel. En dan krijg je x min 6 is plus of min de wortel van 30. En dan krijg je x is 6 plus of min de wortel van 30. Nou, dan kun je nog even kijken of die wortel 30, of daar een mooie wortel in zet. Nou, 2 keer 15 niet, 3 keer 10 niet. Nou, daar houdt het zo'n beetje wel op, denk ik, hè. Dus volgens mij zijn we nu klaar. Dan gaan we naar de volgende som. Was 10e. X kwadraat. Plus 6x min 12 is 0. Gaan we eigenlijk hetzelfde trucje toepassen. Eerst een WBS sportveldje. Ik heb x kwadraat met x keer x. En ik weet dat ik hier iets met x heb. Daar ook. En dat is samen. Wordt dat 6x. Nou, dat zou natuurlijk 3 plus 3 kunnen worden. Zie je? Maar dan wordt dit een 9. Kan. X kwadraat plus 6x plus 9. Stop. Min 9. En dan weer min 12. Nou, dit... Daar kan ik wel mee. Want daarvan kan ik zeggen, oh, dat is x plus 3 in het kwadraat. Min 21 is 0. En wat min 9 min 12 is min 21. Nou, dan gaan we dat weer omschrijven. Krijg je x plus 3 in het kwadraat is 21. Oftewel, x plus 3 is plus of min de wortel van 21. 21 is 3 keer 7. Ja, meer mogelijkheden zijn er niet, hè? Dus daar zit geen mooie wortel meer in. Nou, dat is mooi. Dan schrijven we op x is min 3 plus of min de wortel van 21. Zie je dat? Nou, met een duur woord noemen ze dit kwadraat afsplitsen. Hoef je voor mij niet te onthouden. Maar oefen wel dit trucje om op deze manier die sommen op te lossen. Oké.